Hallo Black Legion en welkom bij een nieuwe part van Crysis 3. We zitten boven in de Project X Haren toren en we gaan inloggen. Hij zegt hacken, maar er stond login, niet hack. What the fuck is dat? Mooi! Release control rod. Oké. Emergency shutdown. Oh. Wat wordt hier een beetje donker, Prophet? Nee! Ik ben bang in het donker. Wat? Backup generators. What the fuck? What the fuck? No. It couldn't have been that stupid. Wat? Goeie mooie! Wat de fuck is dat voor kreeft? Wacht, dat is die Alpha Chef. Ja, inderdaad. De Alpha Chef. Alpha Chef is de badass Chef alien dude, zeg maar. Oh nee, het sneeuwt. We hebben geen... Snel de antenne of de schortel. Kapot. Nax. 5, 4, het is altijd hetzelfde. Het is nooit in een minuut of zo, nee, altijd in 5 seconden. Oeh, fuck. Oh, damn. Wow, wat vliegen wij ver. Trouwens. Niet te zuinig. We hebben ook een jetpack in het... Oh, fuck, in die suit zitten. We hangen nog maar net. We hebben wel een einde gemaakt aan Project X. Zag er ongeveer hetzelfde uit in haar, hè? Denk ik. No, we haven't. System X, their energy source. Ah, zo, op die manier. Ik kan bewegen, yes! Oh, wow, wow! Holy crap. EMP, shockwave in 3, 2, 0. Oh, fuck me. If your visions are real. does that mean end of the world time? Yep. Correcto, mundo. No, it means the bastards out in the open. I can kill him. Oh ja, dat is ook zo. Dat is ook weer zo, Prophet. Je kunt het ook van de goede kant, de positieve kant bekijken. Goed gedaan, Prophet. Eigenlijk Duitsers die deze game hebben gemaakt. I just scraped this databanks. Looks like we just broke out their biggest secret. Aha. The creature was the source of Cell's energy. The Alpha Ceph. He's way more powerful than I expected. When I was near him, I saw things the Ceph didn't want me to see. If they can get into my head, maybe I can get into theirs and find this. Ja, misschien wel inderdaad. You know of a suit cradle nearby? Yeah. Ik ben nog steeds. Zo, ik heb een beetje hele rare stem hierin. Mijn stem sloeg bijna over van verkouden zijn. Echt heel verkouden, zeer kil en heel snotterig. Maar dat is goed, dus weten jullie dat ook al wel, maar. Zo fucked up. Ondertussen was het ding al lang geladen op de SSD natuurlijk. Dat duurt niet zo lang op mijn computer. Goddank. Oeh. Chinatown. En waarom denk je nu dat ik zeg Chinatown? Omdat het lampionnetjes hangen. Kan niet anders. All quiet. You hear that? You hear what? All clear over here. Waarom springen we erbij in? Waarom gaan we onder water? Prophet? Prophet! Vertel me. Hey, kikker! Ah! Oh, kikkertje! Hij is bang. Must be nothing! Nope, inderdaad. Kunnen wij niet zo'n zeilpakje aanpakken en dan een beetje gespierd als de Hulk eruit zou barsten? Maar dan wel. What the fuck, die andere dude ziet er niet. Where did he go? Nou, hij moest pissen. Nou goed. Dat zien ze niet achter. Die fucking Toren of Doom. Die zag mij achter een fucking bosje. En nou zien zij mij niet achter een fucking... You serious? Clear over here too. Ja, clear. Ligt totaal geen dode duurt of zo voor jullie neus. Blacktail actual. This is Blacktail Niner. Deze duurt van jullie dood en jij zegt over... Nee hoor, dat is helemaal niks. En dat is eigenlijk ook niet mooi. Please confirm that this is not a mistake. Over. Confirmed.
Red Star Rising has been set. Over. No, shit, shit, shit. What are they thinking? Red Star Rising klinkt slecht. Klinkt als een soort bom op hun eigen of zo. Stevie die gaat nooit meer iets catchen. Die heeft een mes gecatcht in zijn keel. You heard of this Red Star Rising cycle? Nee. No, never. Ik ook niet. Klinkt niet positief. Dat is een lampje. Als goed is een Tower of Doom ook, maar ik heb geen niks. Ziet er mooi uit, jongen. Dit is moeras. Dat is ook ziek. Dat is echt fucking ziek. Alles is ziek in deze game. Deze game is gewoon ziek. Het is wel jammer dat dit geen tessellation is. Of wel? Nee, dat is echt een platte texture helaas. Zo spijtig hadden ze nog meer in mogen gooien. Hetzelfde met dit. Het is ook helaas een platte texture. Het lijkt een beetje 3D-achtig op een afstand. Maar het is echt gewoon een platte afbeelding. Zo spijtig, maar ja. Niks aan te doen. Oh, dat lampje dat zoekt. Maar wel fucking zieke shit hier in moerassen. Echt nice. Avoid the cell searchlights and make your way to the park. Oké, ik ga eerst die lui even taggen. Dan gaan we nu the way to the park. The way to Amarillo. Kwam niet echt helemaal uit qua zangnoten. Oh, fuck dat. Die gebouwen, daar is ik niks meer van over, jongen. Maar een moeras ziet er fucking vet uit. Ik heb een Grendel opgepakt, zoals je misschien wel merkte. En de Grendel, die hebben we al een keer gehad. Op zich niet slecht. Wat is dit? Mini Typhoon. Mooi. Dat is nice. Zo cool. Maar we hebben alleen geen ammo blijkbaar. We hebben wel ammo. Ah, voor de mini of typhoon misschien niet. Nou, fuck die mini typhoon ook. Fuck it. Dit is ranged. Scar, daar gooien we even Sanus op. We hebben ook een muzzle break. Dan zien ze ons ook niet. Maar ik vind het makkelijker. Op zich is die scope niet slecht. Kan wel handig zijn. Dan hebben we toch nog een beetje range. Die lui die lopen een rondje, dat is mooi voor hun. Ik heb mijn crossbow game. Game, geef me mijn crossbow, nummer 3. Dat is mijn crossbow. Draw weight, hebben we gewoon een beetje in het midden staan. Anders vliegt iedereen zo fucking ver weg. Door de map heen. Is wel grappig, maar vindt niet iedereen even grappig in de game. Dus dan gaan ze weer klagen van, hey, dit en dat. Oeh, daar staan nog meer lui. Those are their intel runners. Must be taking their dirty secrets to the shredder. Prophet, if you can get eyes on that intel, might be able to find out who tortured me. Okay. Niet die dude in ieder geval. En als hij het wel was, dan was hij nou dood. Het zit hier wel een beetje vol met lijntjes trouwens. Het ziet echt fucking... Hey, dit is een bus. Hey, een bus. Hey, een dode dude. Ik zoek een beetje een plekje om uit het kloof te gaan. Oh, fuck it. Gewoon in the middle of nowhere. Komt vast wel goed. Als ik nog kan springen. Ja, dank u. Kan mijn pijl weer oppakken. Waar is die objective van Henky? Was dat? Unlock no video. Oh, nine upgrade suit thing. Ah, daar moeten we heen. Secure the intel van Henky. Van Psycho. Dan weet Psycho wie hem heeft gekillt. Oké, duidelijk. Daar liggen alle mijnen. Kunnen we dat hacken vanaf hier? Mooi. Het houdt in dat als wij het vanaf hier kunnen hacken, dat die lui, als ze daarom in gaan lopen, om elkaar doodgaan. Dat vind ik wel grappig. Please, zie me niet. I'll pin him down. You close in. Uh-oh. Oké, die shit is ook gehackt. Uh-oh, er komen mensen naar ons toe. Er kwamen mensen naar ons toe. Niet meer. Ik
Teruggooien mijn grenade. Ze zijn bang aan het worden. Mooi voor hen. Zolang ze maar geen last van hebben, vind ik het prima. Waar de fuck zijn die dingen? Oh, ik ben er gewoon kat voorbij gelopen. Wat is dit? Special ammo. Mooi, piercing round. Oké, dan blijven we hier even staan. Wachten. Dan gaan we eerst Prophets en Psycho's en dingen halen. Psycho wou. Het is echt mooi hoor, dat lange gas. Ik weet niet, ik ben verliefd op lang gas. In deze game. Brilliant. Look for the skinning lab file. Aha. Komt goed, Psycho. Hey, een helikopter. Zoveel data hier. Als dit ID lost. Back. Found it. What's it say? Nothing. It's redacted. Oh fuck. Hey, 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 dat is niet lief. Dat te zeggen, Psycho. Niet lief. Maar ja, alle moeite voor niks, een beetje. Ligt hier nog iets? Nee, ik wil hier naar boven. Ook nog, mooi. Ik ben echt nog steeds tront verkouden, maar dat kan ik gewoon niks aan doen. Dan moet je er even mee leren leven. Oh, searchlight. We hebben 9 pijlen weer in plaats van 8. Hoppa. Oh, wat dacht je daarvan? Wat een landing. Stond daar nou een deur? Zijn we aan het slapen? Ben je aan het slapen, deur? Oeh, dat is een turd. Motherfuckers. Mooi hoe ze allemaal gekloond waren. Dat deden ze wel netjes. Moet ik eerlijk toegeven. Dat deden ze best wel netjes. Volgens mij komt er van alles naar ons toegevlogen. Maar dat deden ze wel netjes. Dat was echt surprise. Wat ik zei, moet ik echt netjes toegeven. Dat is heel netjes gedaan. Hey turd. Jij wordt gehackt naast mij. Is dat niet mooi? Uh-oh, turret, bla bla bla. Nano vision. Is die dude dood? Yep, die dude is dood. Dank je, turret. Mooi, we moeten hier naartoe. Checkpoint reached. Waar komen we nou weer uit dan? In het park al. Oh my god. Zoveel gas, zoveel awesomeheid. Zoveel dode dude. Ik, zo gauw als ik iemand zie, dan moet ik hem echt vermoorden met die crossbow. Wat nou weer? Oh, fucking hell. Even binnen het bereik van een fucking turret of wat dan ook. Altijd hetzelfde. Dat is een mijnenveld of zo. In ieder geval niet leuk om rond te lopen. Oh ja, daar hebben we het ding. Hack. Even uit. Zo, even uit cloak. Die turret die doet ons toch niet wat. Die beschermt ons nu alleen maar trouwens. Dus zijn we perfecto. Hier in mijnenveld kunnen we nog hacken. Het is wel nice dat hacken op zich. Dat heeft wel een hele mooie meerwaarde, vind ik. Dat helpt u wel verder. Au. Oh, er stond een dude. Au game. Au. Niet lief. Dat is gemeen. Nou, dan wist je. Zie ik verder niet echt wat op het moment. Geen mensjes of wat dan ook. Dan gaan we door. Wat ligt daar? Ah, dat is gewoon die turret natuurlijk. Dan geef. Oh, moet hier naar boven. Oeh, grenade. Hebben we niet mee. Dude. Staff. Jee, nu hebben we nog maar 4 pijlen. Ik kan hem weer gaan ophalen, maar daar heb ik geen zin in. Ik sta lui voor. In deze game boeit er toch niet zo heel veel. Normaal pakken we ons pijlen wel op. Fuck it. Dat is een badkamer. Daarmee kom ik niet hoger. Hoe de fuck kom ik hoger? Slaap jij? Die dude is dood. Waarom hebben ze dode lui? Zo, dat was op tijd, hé. Waar de fuck heeft die dude last van dan? Beetje hier rondrennen. Oké, low energy. Komt er weer een langs gerend. In 3, 2, 1. Nee. Dat viel mee. Hey, kijk, onze weg naar boven. Mooi.
Moet nog een verdieping hoger, denk ik. Ja, op het dak. Toerlig, moet ik op het dak. Thermal, MK. Oh, oh. Sowieso de Grendel switchen voor thermal dinges. Hoor je kijken, die thermal shit, chill. Sneller, sneller, sneller. Energy, 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 energy. Dank u. Oké, we zijn er. We zijn gearriveerd op bestemming. Hebben we hier nog pijlen? Dat is Alpha Jackal. Don't fucking care. Hier hebben we data. Hier hebben we nog een upgrade ding volgens mij. Yep, we hebben 3 dingen wat we kunnen doen. We hebben nog steeds aardig wat seconden in de buurt zijn van lightjes. Maar als we die hebben ze allebei, dus dan zijn we wel goed bezig. Voor de rest maakt het allemaal nog niet veel uit eigenlijk. Dit is een zieke gun trouwens, thermal dinges. Hebben we verder? Nee, we hebben alleen thermal scope nou erop. Dat is het laatste ding wat we kunnen doen voor dit wapen. We gaan gliden denk ik. Ja, use zipline. Yay! Niemand die ons ziet terwijl wij de zipline gebruiken. Nog beter. Cloaked. Piatjes. Oh oh. Dat is minder goed. Radio check. Radio check. Prophet, you there? Ja. EM pulse just knocked out the network. Dat is minder mooi. I must make it my highest priority, but Michael has your brief. Rash is AWOL. Ik vertrouw die Rash nog steeds niet. Volgens mij is Rash een dude van Hargreaves, zo'n dokter anders. What the fuck? Waarom is het paas? Wie de fuck heeft een paarse balk in zijn huis? Waarom is hij een dode dude? Oh fuck. Oh my god, er zijn nog meer dode dudes hier. Yay, dit wordt weer een speelparadijsje, denk ik. Liever niet. Ik denk het wel. Alles schudt en alles trilt. Aardbevingsgevaar hier. Chernobyl is er niks bij. Oeh, wat de fuck is dat? What the fuck was dat? Oh my god. Waar de fuck schieten zij op? Wow! Wat, de ground rules? De complete rules, jongen. Niet alleen van de grond. Fucking hell. Nee, fuck off. Ik wil geen jackal. Stik die jackal in je reet. Collect data. Nee! Nee! Nee, rot op met je be... Ik wil mijn thermal terug. Oké. A hive mind? But you have a lot of alien material in your DNA. I don't know if any Claire, fuck off jongen, houd je bezig met je zwangerschapstesten en laat mij met rust. Ga die lui pesten, maar niet mij. Waar de fuck zijn wij? Wat is dat? Er is een alien! Oh yeah, de aliens. We hebben de aliens, de aliens. La 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 la. This is Tower 436. We're under heavy attack. Massive set forces are heading in our direction. Tower 436, this is ground unit Theta 1. We are fortifying defenses. Theta 1, this is oversight. Dus je denkt, waarom doe je nanovision dinges aan? Nou, dat zal ik je haar fijn uitleggen. Auw. Auw. Ik zie niet wat. Staf. Dat vermoeden had ik al dat het misging als ik hier achter die muur ging zitten. Maar ik zag water. Dat splashte. Het water dat bewoog, zeg maar. Dus ik dacht dat het misschien een dude was. Wat de fuck is een pinch mode? Pinch rifle, wat de fuck is dat? What the hell is he doing? Ik ben aan het vrijen met een gun, als profits zijn. Did you know about this, Michael? How far gone is he? Oeh, leuk wapen. Dude, fuck off, ik heb mijn pinger vast. Staf, jongen, vuile alien. Juist, staf. Oeh, je ziet er wel heel pad uit, trouwens. Die lui zijn ook veranderd, zo te zien. De aliens zijn veranderd. Ammo low.
Ik wil graag de pijlen terug, dank u. Ik wil niet de fucking pinch rifle hebben. Oh, weird ass gun trouwens. Fuck af jongen met die pinch rifle, ik gooi hem toch weg. Dan wil ik hem niet oppakken. Grenades equippen, dank u. Mooi. Hoppa. Oké, hier zijn we weg. Gaan we hier even hiden. Die lui zien ons toch niet. Daar ben ik wel 100% zeker van. Hé, hey, ja vriend, Stef. Zijn mijn... Zeg leuk jongen, hunten op de monstertjes. Dat vind ik leuker dan de monstertjes waarschijnlijk. Uh-oh. Wat nou weer? Wat gebeurt er nu allemaal? Oeh, nice een bar. Of wat is dit? Nee, niet die fucking K90 mod. Ik heb al een K90 mod. Game. Chinatown, we zijn daadwerkelijk in Chinatown deze keer. What the fuck is dat? Please zie mij niet, 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 zie mij niet. Twee pijlen, die lui zijn beter geworden. Oh, daar hebben we er nog één. We gaan mijn pijlen terug. Dank u. Oeh, er zijn er fucking veel hier. Holy crap. Dat is niet lief. Uh-oh. Dit wordt ons dood. Niet helemaal. Komt goed, komt goed. Geen paniek. Oké, wel. Niet. Geen paniek. Ze zitten allemaal naast ons. Ze zien ons niet. En die ene dude kon ons zien, maar die hebben we neergeknald. Met een pijl in zijn bakkers. Het is echt vet, jongen, hoe dit eruit ziet alleen al. Maar ik wil die dude nakken. Wat ik wou doen namelijk, was het dude melee killen van achteren. Een alien, maar die aliens komen allemaal naar me toe gelopen, dus dat kan niet meer. Helaas. Nou, waarschijnlijk kan dat nog wel. Beetje vindingrijkheid. Zien ze ons hier niet, springt hij niet naar boven. Please spring niet naar boven. Oh, goedemorgen. Jij kon mij niet zien, vriend. Jij was gewoon bang. Die alien was bang. Alien? Uh-oh. Oké, ga mee. Alien mee. Alien bashen is echt een heel slecht idee. Wat ook totaal niet werkt. Uh-oh. Uh-oh. Die grenade staat me helemaal niet aan. Uh-oh, health critical. Nee, 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 nee. What the fuck zie jij mij niet dan? Ben je blind of zo? Hey, 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 hey. Nee, 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 Pieter. Pieter gaat dood. Pieter! Dood, uh-oh. Stoute Pieter. Uh-oh, geen ammo meer. Ammo. Genoeg. Ik moet mijn pijlen terug hebben. Hier met mijn pijlen. Hoe moeilijk kan het zijn om een alien melee te killen? Heel moeilijk. Ha! Stealth kill, eindelijk. Het heeft lang geduurd. Niet dat we er ook iets mee zijn opgeschoten eigenlijk, maar... Het is gewoon leuk, hè, om het een keer te doen. Waar de fuck is die dude? Wie zit hier achter? Mooi, ik dacht al, waar de fuck is die dude? Hey vriend. Doei vriend.
Daar moeten we naartoe, dus gaan we daar naartoe. Waar is die flip-fluitkettle? Fuck flip-fluitkettle, look. To look. System X. Is dat System X? What the fuck, lult hij allemaal? Oh fuck, wat dan weer? Dude. Beter ga je dood. Is hij dood? Nee. Mooi ook door de fucking muren heen gaan kijken. Kom eens hier, een vriend. Hey Jan Willem. Kom hier. Fucking hel, dan heeft er weer in ons gezien. Ah, daar fuck ben jij nou weer dan? Oh, daar. Nog steeds. Is hij dood? Hij is dood. Hallo, mag ik naar boven? Dank u. Get out. Wat nou weer? Get out. No. Ga weg. Ga weg. Wat moet ik hier doen? Psycho. Psycho? Ja, psycho. I hear ya. Shooting. No. Just checking in. ETA at rendezvous about 30 mics. Okay. Maar we gaan na dit weirdest ding, wat ik nog steeds niet weet wat het is. Gaan we verder in de volgende part in ieder geval. Dan gaan we naar het skinning lab toe en dan gaan we daar van alles uitvogelen. In Chinatown. En ik hoop dat jullie het nog steeds super vet vinden. En ik zie je weer in de volgende part. Laters. Wil jij altijd de beste deals hebben en vertrouwde games kopen? Zonder op allerlei websites een account aan te maken? Dan ben je bij Kingwing aan het juiste adres. Voor meer informatie klik op de link in de beschrijving.